Dit is een beetje anders dan onze knoflook. Dit is een beetje meer. Maar wat ik doe is eigenlijk. Ik leef hoe ik wil, ik doe wat ik wil. En sommige mensen halen door elkaar. Het is lang geleden. Okay, voor mij voelt het wel lang geleden omdat ik lang geen video heb gemaakt. Maar ik heb ook heel weinig tijd vanwege school en vanwege werk, je alles met mijn hand in zijn oog. Wow, moet je eens kijken die uitlaat. Hij is helemaal. Hij lijkt wel geroest, maar ja. Ik bedoel maar, gehaat worden? Wat moet je ermee eigenlijk? Ach, gek man. Zometeen zijn er echt veel Feyenoord supporters, denk ik. En veel politie. Ik ben er wel ready voor. Ik ben niet van. Ik ben alleen maar niet ready voor undercover, ik zeg het jullie eerlijk. Tot nu toe ben ik gewoon één keer aangehouden door undercover. Dat is wel echt gek. Ik heb veel comments gekregen over een te hete uitlaat. Ik heb het over de cilinder. Kijk, sommige mensen zijn een beetje dom, snap je? Sommige mensen die gaan meteen voelen aan een cilinder. Kijk, ik zal jullie uitleggen. Dus, je hebt een cilinder en je hebt een uitlaat. De uitlaat zit onder een cilinder. Dan voel je toch even eerst aan de uitlaat om te kijken of je cilinder heet is. En dan ga je pas voelen aan je cilinder. Want stel, er komt rook uit je uitlaat terwijl je motor uit is. Dan heeft het eigenlijk gewoon weinig zin, snap je? Als er gewoon heel veel rook uit je uitlaat komt, terwijl je motor uit is, is dat toch een beetje raar, of niet? Of vinden jullie het normaal? Er komt rook uit je uitlaat, maar... Ja, je cilinder draait niet. Dat is wel gek. Ik ga gewoon ook richting Kuip rijden ook. Geloof me, al die haters, jullie mogen blijven haten op mij, maakt niet uit. Ik blijf dit gewoon echt voor altijd doen, denk ik. Maakt me niet uit. Maakt me niet uit wat mensen zeggen ook, van ja, je logo is lelijk of iets, of roosjes dit, roosjes dat. Trouwens, mijn afkomst, dit is mijn vlag. Ik ben Guyanees. Guyanees, half Spaans. Voor de mensen die alleen maar commenten over roosjes dit, roosjes dat. Ik bedoel maar, het is wel een flex. Hij zag me niet. Ook wel een paar die Mini Cooper. Dat scheelde ook niet echt veel, maar ja. Echt veel power. Zo, stel je voor dat er politie op is. Hoi, joh. Kom eens zo. Stel je voor, er kwam politie vanaf deze kant. Dan kon ik hier gewoon niet uit eigenlijk. Dat zou wel echt gek zijn. Zo, ik was bijna dood. De drijver achter mij die kwam bijna tegen me aan.
wat ik al zei, een te hete cilinder. Dat is gewoon niet goed. En aan de onderkant van een cilinder heb je een uitlaat. Dus als je uitlaat heet is, is je cilinder ook sowieso heet. Snap je? Sommige mensen die begrijpen dat niet. Camera. Dit is zometeen ook fijn, dat is wel echt gek. Dat wordt echt een hele chaos. Ik ga voor het weer omhoog roepen met klap. Rij gewoon normaal. Niet echt handig. God damn! Politie is er al. Maar de politie mag kunnen bijhouden als ik door ga rijden. Maandag ik ga daarin, ik mag niet daarin. Oh, wat doe ik allemaal? Als ik hier zo meteen rijd, dan is hier zo meteen afgesloten. Dan rijd ik hier, ja, dan kan ik niet meer terug. Dat is niet zo slim, maar ja. Het is wel grappig om deze mensen ook een beetje te trollen van wat gebeurt er. Het is Roos Junior. Als ik aan het rijden, is echt chill eigenlijk. Ik zeg jullie eerlijk. Yo, MA. Ik hou echt niet van MA. Oh, nog meer MA. Nog meer MA. Nog meer MA. En ik moet zo meteen nog terugrijden. Dus als ik terug ga rijden, dan ja, ga ik ze nog meer zien. Hebben jullie trouwens de nieuwe stickers gezien van Roos Junior? Jullie rechtsboven zien in beeld. Als ik rechtdoor ga, kan ik wel rechtdoor, maar ja, ga ik dat doen? Dit is een beetje anders dan Enzo Knoflof. Dit is een beetje meer actie. Ik bedoel maar, sommige mensen houden zich aan de regels. Maar dit is geen geregel. Ja, het is wel een regel als je niet te hard mag rijden of met de opgevoerde scooter mag. Maar wat ik doe is eigenlijk, ik leef hoe ik wil. Ik doe wat ik wil. En sommige mensen halen door elkaar. Het is geen illegaal. Het is gewoon doen wat je wilt. Ik wil dit doen, dan doe ik dit. Waarom ga ik ook hierheen? Waarom ga ik hierheen? Dat was echt niet de bedoeling eigenlijk. Ik moest, ja, ik kan wel zo rijden. Maar wil ik dat wel echt doen of niet? Ik val zo erg op, zoveel auto's zijn hier. Er moet wel eentje in de cover zijn toch? En dat ga ik nu doen. Draaien. Ik sta ook helemaal verkeerd eigenlijk. Als ik hier naar links ga, dan kom ik uit bij de Kuip. En kom ik uit de Kuip is er veel politie. Vandaar reden de ME-busjes, weet jullie nog? En die ga ik proberen te ontwijken. Perfect. Kijk, hier ga ik niet heen. Vandaar is de Kuip en daar heb je politie. En dat willen we niet, dus we gaan zo rijden.
jij dus. Zo, wat een herrie. Voor de mensen. Ik heb mijn kinbandje niet eens om. Dit is gevaarlijk, zeg. Ik dacht al, wat hoorde ik zo? Het lijkt alsof mijn LHB los is aan de onderkant. Alles eruit los. Roos moet er langs over, ja. Hoi. Geen zebrapad, sorry. Shut the fuck up. Oh. In de covers, niks. Gelukkig ook geen rollenbank. Kinderen met wat echt leuk. Oké, dat kan nog wel. Nee joh, neem je tijd. Ja? Politie, gespot. Oh, op de fiets. Je gaat me nooit behouden. Het enige wat ik kan doen is een melding maken. Wow, we zien de verte een busje. Mijn zicht is echt heel ver. Waar is die busje? Oh, daar, helemaal daar. Ja, ik ga me echt vastmaken, anders nog ik heel veel herrie thuis, dat wil ik ook weer niet. Dus we kiezen voor een zwembad, een zwemplek. Ja, een zwemplek, waarom niet? Ja, we doen gewoon alsof we hier naar binnen gaan, maar dat gaan we niet. Oké, dan, ik ben ready. Ik heb mijn uitlaat weer vastgemaakt, hij was een klein beetje losgedrild, gebruik altijd Loctite, dat is wel handig. Maar dat doe ik niet eigenlijk, ik weet ook niet waarom. Hij is meteen wat stiller, gelukkig. Nee, dat gaan we niet doen. Het is te hoog. Oké, ik merk wel meteen dat er gelijk wat verschil is, gelukkig. En ik ga nu rijden. Oh mijn god, wat is dit dan? Die fijne spits is wel een beetje heftig. Zo dan. Dit is gek. Dit is echt gek. Wat zou ik gaan doen? We kunnen gewoon een klein risico nemen. Ik hou van risico. Zoals ik al zei, ik hou van risico. Risico redt mij ook wel soms hoor, zeg ik jullie eerlijk. Ga in de kabbers, nee, een busje.
veel politie gaat richting Kuip. Best wel gek hoe mensen tegenwoordig telefoonverslaafd zijn. Ik bedoel maar, dat is toch een beetje overdreven. Ik bedoel, als je gaat posten is het wel goed. Maar als je echt van, ja, als je echt 6 uur lang op je telefoon bent op een dag, is het best wel lang eigenlijk. Als je zo bekijkt, dat is gewoon een halve dag eigenlijk. Zo. Ik besef het wel nu pas. Maar het kan echt heel gek oplopen. De camera staat gelukkig aan. En mee, nu ben ik wel de lul denk ik. Nog meer ME. Neem hier de linkerbaan denk ik. Zou we meteen door kunnen. Ja, want dan ga ik gelijk naar rechts. Dan ben ik onder de eiland, ben ik safe. En nu ben ik echt niet safe. En nu ga ik mijn spiegel gewoon in de gaten houden ook. Want als er één busje hier links naast mij komt, dan ben ik wel de klos denk ik. Want dan zien ze gelijk mijn kenteken. Oké, ze zijn achter mij. En hier is een zijstraatje gelukkig. Dus ik kan hier meteen naar rechts. Want ik heb echt geen zwaar rijden. Zo heb ik eigenlijk die stoplicht daar ontweken door naar rechts te gaan. En voor zulke dingen ben je niet strafbaar. Maar de scooter die hard gaat wel. Geen busjes, geen busjes. Geen ME. Oké, genoeg aandacht voor vandaag. Ik denk nu gewoon terug naar links gaan en dan ben ik thuis. De sticker is wel echt zo dik. Is het weer? Het valt ook zo erg op hoor daar. Het valt zo erg op daar, niet normaal. Maar ja, het is wel mooi. Als je dan verder kijkt, dan zie je deze. Dan ga je door naar achteren. Dit is jouw uitlaatje. En dan zie je dit stickertje. Het ziet er wel dik uit zo. En kijk, er zijn mensen. Wat leuk. Een hele leuke dingetje. En de mensen willen geen gedag zeggen. Denk ik dan tenminste. Die mensen denken echt van wat doe je allemaal? Het zijn oudere mensen. En dan zien ze mij vloggen. Zo, de reden waarom ik ook echt mijn helm heb afgedaan. Ik wil deze met jullie plakken, want deze is wel echt veel dikker zo. In zonlicht gaat het echt opvallen ook. Ik wil ook nog eentje op mijn vizier, maar dat is wel een beetje overdreven vind ik. Misschien moet ik nog eentje op de andere kant zetten, zodat je aan beide kanten gewoon kan zien dat ik het logo hier heb. Misschien ga ik nog wel even een YouTube logo hierop plakken. Dat zou ook wel dik zijn. Doe maar, waarom ook niet? Ik ga het nu meteen doen zelf. Blijf. Jullie kunnen het vast al raden waar ik me heb gezet. En waar ik me heb gezet op de helm is... Op de achterkant. Ik wou hem eigenlijk op de zijkant hebben, maar op de achterkant lijkt me wat dik. Want als ik aan het vloggen ben en er zit een auto achter mij, dan kan je meteen zien waar je op moet abonneren. Zoals jullie kunnen zien, ik heb ook nog maar letterlijk dit. Als de Roos Junior stickers. En dat hebben we eigenlijk heel weinig, maar het gaat wel goed komen. Want we bestellen gewoon nog meer. En deze, daar heb ik nog wel een stukje van. Abonneer zeker, vergeet het niet. Like, abonneer, reageer. Zoals Jessen ooit zei. En dan zie ik jullie in een nieuwe video. Big bang.